Enterprise van Young Designers and Industry. We zijn een stichting, een culturele instelling, die ontwerpprojecten opzet rondom vraagstukken die spelen in de samenleving. Dat kan gaan over talentontwikkeling bij jongeren, over thuisgevoel, over wat gaan we nou doen met het openbaar groen, zodat het weer van mensen wordt. Maar ook over een vraagstuk als eenzaamheid. Eenzaamheid, nou ja, om het een beetje positief te benaderen. Deze week is het de week tegen eenzaamheid, de nationale week. Wat ons betreft zou die wel de week voor eenzaamheid mogen heten. Niet omdat nou eenzaamheid zo fijn is, maar veel meer in de zin van kun je niet de beeldvorming rondom zoiets als eenzaamheid veranderen. Want wij denken eigenlijk dat hoe we met eenzaamheid omgaan, het eigenlijk nog wel tot een erger probleem maakt. Als we nou met z'n allen dat allemaal heel erg vinden. En eenzaamheid wordt geassocieerd met falen, met mislukken, wat nu wel uit onderzoek blijkt. Ja, als je dan eens een keer alleen bijvoorbeeld, dan durf je niet met anderen erover te hebben. En ja, daardoor verergt het misschien nog wel, raak je nog eenzamer. Dus we zijn met een aantal kunstenaars en ontwerpers gaan bedenken hoe kunnen wij eigenlijk die beeldvorming rondom eenzaamheid veranderen. Hoe kunnen we het gesprek erover opnieuw openen. Taboe misschien wel een beetje aan de kant duwen. En ook de vraag hoe kunnen we dat doen, hoe kunnen we er zelf in optreden. Want we wilden het niet van buitenaf doen, we hebben dat van binnenuit genoemd. Dus hoe kun je van binnenuit eigenlijk werken aan eenzaamheid. Ik ga eerst wat laten zien. Is dat mooi? Het is nog niet helemaal afgemonteerd. Er zitten af en toe rare flitsen tussen de beelden. Is dat we zelf binnen het hele projectteam ook wel last hadden van het taboe op eenzaamheid. Dat we achteraf hoorden van ja, vorige week had iemand allerlei spullen meegenomen, maar durfde het toch niet te laten zien. Een van de dingen om daar doorheen te breken was dit, met die borden op straat gaan. Ik had iedereen gevraagd van, ja, wat is nou de vraag over eenzaamheid die je niet durft te stellen? Niet aan jezelf of niet aan iemand anders. Dat was nog niet gezegd wat ze mee gingen doen, maar dat hebben we dus vervolgens op die borden geschilderd. Zijn ermee op straat gaan staan. Wel met knikkende knieën, ook ikzelf. Maar het was fantastisch wat er vervolgens gebeurde. Je merkt dat mensen toch best graag over het onderwerp willen praten.
als je maar een andere uitnodiging stelt. Niet zoiets van, nou, het is allemaal erg, of kan ik het voor u oplossen? Maar meer van, ja, ik ken jou niet, jij kent mij niet. Maar, ja, je kan me wat vertellen, vertel het maar. En dat die soort van authenticiteit die je daarin mee moet brengen, om dit soort dingen, gesprekken op gang te brengen, die is ook heel cruciaal, geloof ik. Die is ook heel fijn. Je hebt echt in het project ervaren van ja, ga er ook zelf in staan. Probeer niet iets voor iemand anders te doen, maar doe mee. En om het af te ronden, Madeleine Haagman, een andere kunstenaar die er mee heeft gedaan, die kwam erachter dat het woord eenzaam, eenzaamheid, eigenlijk de taaltekort schiet. Van zij zou ze het niet eenzaam willen noemen, omdat ze dan geassocieerd wordt met ouderen die achter granium zitten, om het wel maar te zeggen. En die heeft... Eskimo's hebben 22 woorden voor sneeuw. En die hebben ze ook allemaal nodig. Eén is sneeuw, smeltende sneeuw. Sneeuw vermengd met water. Sneeuw waar je iglo's van kan bouwen. Geglazuurde sneeuw in de door. Wat zij heeft gedaan is in de Nederlandse vertaling van het woord sneeuw vervangen door eenzaamheid. Je krijgt dus een lijst van 22 best poëtische omschrijvingen. Van geglazuurde eenzaamheid in het door. Smeltende eenzaamheid. Bewegende eenzaamheid. En hoe mensen dan naar die lijst gaan kijken, is zoiets van, nou, mijn gevoel is dat, of die. En je krijgt een hele andere benadering voor het onderwerp, wat eigenlijk eerst toch wel vooral afstand creëert. En dat is eigenlijk wat we ook met dit project willen. En dat is ook wel het positieve aan eenzaamheid, om het zo te zeggen. Dat is mijn verhaal. Dankjewel.